van Rotterdam gaan we door naar de eenheid Midden-Nederland in Utrecht op de Amsterdamse Straatweg. Sofjant en Patrick en Jeroen rijden achter een scooter die opvalt, want... Hoe dicht zit hij erop, joh? Een meter of twee, drie, denk ik. Echt? Dan kun je niet eens met de fiets tussen. Wat een gek, joh. Kijk, dan steken de twee fietsen over en dan bam, zie je er bovenop. Het zijn ook echt altijd die voedselcoureurs, hè? En dus durft Patrick wel een voorspelling te doen. Hij gaat in de rood naar links. Hoppakee, vol de rood. Zal ik hem ernaast zetten, daar bij de parkeerhaven? Ja. Oh. Dan gaat hij hier de fietspad. Fietspad op waar hij niet mag, hij gaat in de rechts, denk ik. Nee, ja, nee. Weet je dat nog hier wel, hè? Zal ik me eens voorstellen? Ja, van wegmisbreek. Echt? We rijden achter je op de Amsterdamse Straatweg. Rij achter je blauwe bus. Wat schiet je ermee op om zo dicht op te rijden? Niks. Waarom doe je het dan? Dat zou ik ook niet weten. Gewoonte. Ja. Wat je daarmee doet, is je brengt jezelf in een positie. Je ziet helemaal niks door die bus. Heb je gezien dat er op een gegeven moment twee fietsers even overstaken voor die bus langs? Nee, dat kan je ook niet zien, want je rijdt heel dicht op die bus. Ja. Maar als die bus daarvan schrikt en die remt heel hard, zit je er tegenaan. Ja. Als je er dan tegenaan rijdt... Gaat je helm los. Mm-hmm. Dus ja, daar heb je niks aan. En daarnaast rij je gewoon vol de rood. En waarvoor? Voor je pizza's. Ja. En denk je dat die mensen die op die pizza zitten te wachten weten wat voor risico's je allemaal hebt gelopen om, om een pizza te krijgen? Of denk je dat je baas dat wat interesseert? Oh. Waarom doe je het dan? Zo heb ik er nog niet over nagedacht. Ja, maar zo is het. Kleven moet je niet meer doen. Die helm die moet je even goed gaan verstellen. En als je hem opzet, moet je even je petje afdoen. Moet dat ook nog? Nou ja, eigenlijk moet je gewoon... De kant heb ik eraf gehad, eruit gehad. Waarom? Omdat die pet beter zit, ik weet het. Omdat die pet beter zit? Ja. Die helm, daar zit iedereen zijn hoofd in. Dus ja. Als even iemand naar zit, toch wat dan ook. Maar als je geen goede helm op hebt... Ja, heeft toch geen zin om een helm te dragen. Kijk, dat is al een stuk beter. En tuurlijk, je moet kunnen blijven ademhalen. Hè? Je hoeft niet zo strak dat je geen adem meer kan halen. En nu zit hij wel. Nu zit hij goed. Dan hoef je geen antwoord te geven, hoor. Je krijgt wel een bekeuring voor het rode licht. Ja. Waarom rijd je door het rode licht? Daar kan ik niks over verklaren. Ik dat zo snel mogelijk afgelopen. Nu ben ik wel aan het denken gezet. Oké, okay. Kost wel een hoop geld. Ja, 160, hè? Ja. 160 euro. 9 euro administratiekosten erbij. Heb je nog vragen? Rustig aan. Succes, werkt ze. Met de nodige waarschuwingen, wijze raad en een boete voor rood licht... mag de scooterbestuurder zijn pizza's gaan bezorgen. Van Drachten zakken we af naar de eenheid Midden-Nederland in Utrecht op de Marnixlaan. Sofjant, Patrick en Jeroen wachten voor het rode verkeerslicht als er een scooter voorbij scheurt. Drink je de rood? Drink je de rood? Drink je de rood? Drink je de rood? Misschien kan er niet langs. Gewoon even aan, hè? Ja. Om te voorkomen dat de bestuurder er vandoor gaat, zet Jeroen de sirenes aan. En dan blijkt het een bekende. Tweede keer. Was toch niet meer, hè? Wat heb je niet begrepen van wat ik je gisteren zei? Niet door rood rijden. Wat heb ik je verteld over je helm? Strak zetten. Wat heb je gedaan? Losgezet. Waarom? Nee, kijk, weet je wat het is? Het is etenstijd, zijn veel opstelling. Ik moet snel op neer. Ik wil ook nog eten, man. Ik heb al meer dan 17 uur gepast. Ik wil toch snel op neer. Snap ik. Maar ik heb gisteren heb ik je uitstel leggen hoe belangrijk je helm is. Ah, is goed. Ik zet hem vast. En wat doe je nu? Loszetten. Ik ga je weer twee bekeuringen geven. En dan heb je mazzel dat je er geen 5 krijgt. 5. Ja? Ja, 5. Hoeveel keer ben je door rood gereden? Deze stop je echt toch. Hoeveel zijn het er? 1. Er staan er al 3 bij de rotonde. Het zijn er al 3. 3 keer de rood. 3. 3, ja. En je gaat hem echt krijgen voor je helm nu. En je mag weer je helm afdoen. En je mag hem weer vast gaan maken. Ik beloof je de 3e keer rijd ik weg. Nou, wegrijden zou ik sowieso niet doen. Nee, maar 2 keer in 2 dagen op tv komen. Dat is wel een beetje... Ja. Ken je het verhaal van die ezel? Ik wil toch niet 2 keer aan hetzelfde. Oké. Okay. Moet ik nog meer vertellen of niet? Gaat niet meer voor. Maar ja, weet je wat het nadeel is? Ik geloof je niet meer. Je hoeft geen antwoord te geven voor het rode licht, maar wil je daar wat over verklaren? Nee. Boete voor het rode licht, dat weet je nog wel, denk ik, van gisteren. Dat is 160 euro.
En de helm is 90 euro. En bij allebei komt 9 euro administratiekosten. Ja. Maar ik denk dat ze ongeveer allemaal tegelijk binnenkomen. Alsjeblieft, ga je hand geven. En je moet doen, hè? Dat is, nou ja, misschien onder andere omstandigheden. Dit hardleerse rijgedrag kost de bezorger 437 euro. Hopelijk voor hem volgt er geen derde keer.